6? Ja, ze gaan zeker. In de nasleep van de victorie van Max Verstappen wil natuurlijk iedereen een racecoureur worden. En of dat nou in een Formule 1 auto is of gewoon een vette streetcar. In Forza Motorsport 7 kan iedereen een goede racecoureur worden, neem ik aan. Nou ja, ik weet niet of ze goed kunnen zijn, want het is soms van de baan af glibberen natuurlijk. Maar ik heb het wel geprobeerd. Dat is in ieder geval een dingetje. Forza Motorsport 7, het is weer de zevende. Het is een racespel, mocht je het na 7 delen nog steeds niet weten. Het zou raar zijn als het in één keer een platform was geworden, hè? Ik wacht nog steeds op die turnaround. Dat het in één keer dat je uit de auto stapt en gewoon auto's gaat stelen of zo. En een heist gaat plegen. Forza GTA. Wanneer? Make it happen, turn 10. Maar nee, het is een racespel. En het is, wat kun je erover zeggen? Het is Forza Motorsport 6, maar dan mooier en beter. En nu ook meteen op PC. En straks ook op Xbox One X met 4K enhanced. Ja, hoe is het grafisch zonder de 4K wat allemaal nog aan zit te komen? Ja, ik moet zeggen, de game is prachtig op PC, mits hij draait, of je moet hem wel draaiende krijgen, want ik hoor van veel mensen dat qua stabilisatie zit er nog wel wat te verbeteren, daar is Turntime ook mee bezig. Ik vind de Xbox One Original, de Xbox One Fatty versie, vind ik niet heel overdreven denderend mooi. Maar je kunt duidelijk wel zien, Turntime weet waar ze mee bezig zijn als ze het hebben over optimalisatie. Want die game draait altijd rocksteady 60 frames per seconde. Ja, geen framedrops? Nee, heeft niet te vinden? Nee, echt nergens te vinden. Ook ga de video's van Digital Foundry kijken als je het echt wil weten. Er zijn zo ontzettend veel video's van mensen die dat analyseren. En die zeggen allemaal, turn 10, altijd rocksteady 60 frames per seconde. Pak die grafieken erbij. Het dipt nergens. Ja, het dipt naar 30 als je naar Forza Vista gaat of zo. En dan blijft het rocksteady 30. Maar als je gaat racen, altijd 60. En dat is echt heel erg prettig. Ja. Ik hoor al dat je zei dat het heel veel lijkt op Forza 6, wat wel logisch is. Maar is het echt een exacte kopie? Zijn er nog dingen toegevoegd? Ze hebben een aantal dingen anders gedaan. Natuurlijk, qua toevoegingen, Volkswagen is weer terug. Want die was natuurlijk uit met Forza Horizon 3. Volkswagen is nu weer aan boord. Toyota is er praktisch uit. Ze hebben alleen een truck en wat conceptcars, geloof ik. Maar voor de rest geen Prius meer of zo. Nee, trouwens, die heeft er nooit in gezeten. Maar geen alledaagse productie. Je komt ook niet echt over als je gaat racen met een Prius, hè? Nee, ja, ik zou heel graag in mijn Starletje willen racen of zo. Dat zou ik ook vet vinden. Maar Toyota heeft de productiewagens eruit gehaald. Dat is dan wel weer jammer. Maar er zijn dus wel zeker toevoegingen gedaan. Maar ze hebben ook een aantal stappen terug gedaan op een ander aspect. En dat is namelijk progressie. Want Forza heeft eigenlijk altijd gezegd, of in ieder geval in de laatste paar jaren, hebben ze altijd gezegd van, dit is voor de liefhebber van auto's. En je mag meteen, zodra je die game opstart, mag je met alle auto's aan de slag, elke baan, elke track. En nu hebben ze in één keer een soort van tiersysteem, waarbij het zo is van, ja, natuurlijk mag jij op een gegeven moment een hele lijpe Porsche kopen, maar moet je wel eerst zoveel andere auto's gekocht hebben en zoveel races gedaan, eer je in die tier terechtkomt. Maar houdt dat de game dan niet langer leuk, dat je iets van een progressie hebt, in plaats dat je meteen alles kan spelen? Ik weet niet, ik vind het wel weer een beetje jammer dat ze van heel veel vrijheid nu toch gaan naar forceren. Je moet weer championshipjes afwerken en ik vind persoonlijk, ik speel Forza omdat ik daar de vrijheid heb om gewoon te racen in de prutauto's die ik leuk vind om te racen. Ja. Ik hoef niet in een of andere McLaren P1, ik hoef niet in die nieuwe Porsche 911, dat maakt me allemaal niks uit. Ik wil gewoon in simpele auto's rijden. En nu zie ik gewoon dat in die eerste championship zijn er gewoon geen, weet je wel, waar is de retro hot hatch categorie? Oh, die is verder down the road, maar ik wil daar nu mee spelen. Okay, dat vind ik dan jammer dat ze daar nou de restricties op gegooid hebben. En gameplay technisch? Gameplay technisch, alle auto's rijden nog steeds echt fantastisch. Gewoon, je weet het van Forza Horizon 3, je weet het van Forza Motorsport 6. Die game is ontzettend fijn in te stellen in of je wil rijden met veel assist of zonder assist. Hoe je het ook doet, je voelt altijd wel van oké, er zit heel veel goede techniek achter of in die auto's om ervoor te zorgen dat het prettig race. Over prettig racen gesproken, ja, er is nu ook weer meer dynamisch weer. Dus je kunt ook in de plensende regen rondgaan en dan krijg je natuurlijk van die dynamisch opbouwende poeltjes water waarin je kan gaan aquaplanen. Had Forza Motorsport 6 ook al, daar zijn ze nu ook weer een stapje verder in gegaan. Het race altijd heel leuk en lekker. Het is natuurlijk geen simulatie, dat dan weer niet. Dan moet je naar iRacing of Assetto Corsa gaan. Maar ik vind het persoonlijk een van de beste simkadertitels. Er zit in deze Forza ook microtransacties. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Want over het algemeen worden microtransacties niet heel erg gewaardeerd door gamers. Nee! Dat is echt zo'n dingetje, hè? Dat vinden ze meestal niet heel leuk. Nou, het is... Het zijn nog geen microtransacties, at the moment. Er zitten loot boxes in, of de blind boxes, of hoe je ze ook wil noemen. Er zitten pack openings in, met mods en met driver gear en met auto's en met banieren en whatever. Kun je allemaal leuke dingen uithalen. Maar dat, in één keer heb je wel weer zoiets van, hey, er is dit stukje van het menu en daar zitten dan boxes in die je kan openen. En voorlopig zijn die alleen maar te kopen met de credits die in de game zitten.
Maar het roept, het schreeuwt van, hier kun je uiteindelijk ook gewoon euro's in stoppen. Ja, het kan heel makkelijk omslaan naar inderdaad echte microtransacties. Ja, maar ik heb zoiets van, microtransacties kunnen oké zijn, mits ze niet spelbrekend zijn op het multiplayer vlak. Weet je wel, niet dat je... Ja, niet dat het pay-to-win wordt. Ja, niet dat het pay-to-win wordt. En ik heb wel het idee dat ze daar wel goed op ingedekt zijn. Want het gaat voornamelijk om auto's verzamelen, die je natuurlijk ook sowieso al kan kopen in de game, als je daar genoeg moeite voor doet. En driver gear. En driver gear is natuurlijk dat je nu je coureur ook in een leuk pakje kunt hijsen. Er zitten ontzettend veel leuke pakjes trouwens in, over dat even terzijde. Maar dat zijn van die cosmetische dingen dat ik denk van oké, dan snap ik de pack openings. Hetzelfde geldt ook voor de mods die eruit kan halen. De mods zijn al geïntroduceerd in Forza Motorsport 6, maar dat is gewoon basically... Dus in principe maak je het jezelf eigenlijk alleen maar makkelijker als je die dingen koopt. Je maakt het jezelf makkelijker op een bepaald vlak, maar het is absoluut niet van dit moet je doen om een kans te maken in de game of tegen andere mensen ofzo. Dus dat is, je kunt ze ook terzijde laten liggen en daar ben ik wel blij mee. We weten nog niet eens of ze er uiteindelijk echt ook geld voor gaan vragen, maar dat lijkt er natuurlijk wel. Ja, dat zit er aan te komen. Ja, je zou zeggen van wel. Voelt Forza 7 als een echte verbetering als 6? Of denk je bij jezelf, ja, het lijkt een beetje veel van hetzelfde? Ik moet zeggen, het blijft een fantastische game. En weet je, het is nu mooier, het werkt nu meteen op PC. Het is cross-platform, cross-buy, dat is allemaal super. Ik zit alleen wel een beetje met dat progressie dingetje. Ik vind het jammer dat Forza af is van hun liefde voor auto's, visie naar, we gaan weer gewoon terug naar, je moet jezelf omhoog werken in competities. Je moet het veel spelen, want, wil je echt alles eruit halen? Ja, want ik wil meteen met de auto's kunnen racen waarin ik wil racen. Zo simpel is het. En Forza heeft dat altijd gedaan. Ik vind het gewoon jammer dat ze dat nu teruggedraaid hebben. Dat terzijde, weet je, er zitten wel gewoon lekker 700 auto's in, genoeg vette tracks. Alles ziet er mooi uit. Je kunt die auto's leuk uitdossen. De mods zijn prima. De driver gear is een leuke toepassing. En natuurlijk, weet je wel, dynamisch weer en zo wat beter en mooier is. Dus dat is allemaal heel erg prettig. Geef me gewoon alle auto's, Turn 10. Ja, daar valt over wat te zeggen. Want zei, progressie, het kan er wel voor zorgen dat je... Sommige mensen vinden dat vetter, dan blijven ze langer geïnteresseerd in de game. Ik ben juist langer geïnteresseerd in Forza als ze mij gewoon de mogelijkheid geven om meteen in een Lancia Delta te reizen. Of een Volkswagen Golf. Of die Prius, wat je wilde. Ja, trouwens, Toyota, please, come back. Ja, echt hè. Prius en dan een Quinoa Solar onder te zetten. Echt, als de echte hipster. En dan, langs de Starbucks rijden. Ja, precies, dat moet wel. Nee, Forza Motorsport 7 nog steeds een fantastische race game. Ik ben alleen een beetje salty over de progressie. Maar verder denk ik wel dat ze goede stappen maken. En natuurlijk wel helemaal mooi dat ze nu ook die dingen allemaal meteen meenemen naar de PC. Helemaal duidelijk, dankjewel Tom. Dankjewel Amador. Ja, graag gedaan. Je kan de volledige review kun je lezen op gamersnet.nl. Die zal waarschijnlijk al online staan als jij dit ziet. En zo niet, anders hit me even up dat ik wat sneller moet. Nou, dan hitten we je sowieso. Dan loop je achter. Je kan ook veel meer vinden, giveaways, video's zoals deze. En nog veel meer kun je altijd vinden op gamersnet.nl. Tudu, dat was het. En nu racen we naar het volgende item. Oh.